Lego Dimensions, Lord of the Rings uitbreidings fun pack. Lord of the Rings is een van de standaardwerelden die je in het starter pack krijgt. En ik heb Gimli erbij gekocht. En Gimli die heeft een X-Chariot, een X-Hurler, dat kan hakbijlen gooien waarschijnlijk, en een Soaring Chariot. Wat goed is om te weten dat fun packs, die zijn geen extra werelden, maar voegen een extra speelpersonage toe. En het bouwen van de fun packs, dat gaat als volgt. Je maakt het poppetje, die we hier zien, met de handleiding. In de handleiding staat hoe je het poppetje in elkaar zet. Het poppetje zet je dan op zo'n rond schijfje. Dat schijfje zet je dan weer op je portal en dan krijg je de handleiding te zien. Deze doos hebben we niet meer nodig. Die gaat weg. Wij gaan zo meteen dit in elkaar zetten. Tenminste, wij. Ik ga het zo meteen in elkaar zetten. En als hij in elkaar is gezet, laat ik hem aan je zien hoe hij er dan uitziet. En hier is Gimli uit Lord of the Rings helemaal in elkaar gezet met zijn mijnwagen. De mijnwagen die hij heeft is in 3 verschillende versies natuurlijk. Ook net zoals de alle andere fun packs. En de 3 versies die er zijn, zijn de X-Chariot. Daarmee begin je. Dat is dit wagentje waarmee je rond kan rijden. Waar je hem ook in kan zetten als het nodig is. Je kan hem tijdens het spelen niet erin zetten, want dan wordt hij niet herkend door de portal. Je hebt de X-Hurler hierboven. En je hebt nog de Soaring Chariot. Deze 3 zijn niet standaard direct te spelen. Deze, de X-Chariot, die is direct te spelen in het spel. Daar is de handleiding van die tevoorschijn komt. En de andere 2 zal je in de Lord of the Rings wereld moeten vinden. Even kijken, gaat hij scherp stellen. Even die weghalen. Kijk, daar is hij. Dit is Gimli. Hij heeft zijn grote baard. Hij heeft een mooie dwergenhelm op met leuke karakters erop. En zelfs zijn rug ziet er goed afgewerkt uit. Dit poppetje is leuk. Hij hoort bij de Lord of the Rings wereld. Vond je dit filmpje leuk? Geef het dan een like. Abonneer je op mijn kanaal zodat je automatisch op de hoogte gehouden wordt wanneer ik weer een nieuw filmpje online zet. En tot de volgende keer voor meer LEGO Dimensions.